De voorbereidingen voor de Dalian 5 en 6 projecten zijn in afrondende fase. Minister Riad Noor Mohamed van Openbare Werken zei gisteren voor de ministerraadsvergadering dat vertegenwoordigers van de moedermaatschappij onlangs in Suriname waren. Ja, we hebben ook bezoek gehad van de directeur van Dalian Company International van de stad Dalian Machine. Zij zijn op een ronde om na te gaan wat de status van hun kantoor is. Je weet, we hebben vandaag gesproken over twee contracten die we nog hebben. Dalian 4 is afrondend. En we hebben Dalian 5 en Dalian 6 die openstaan. Op zich hebben we geen schulden bij Dalian, alles is afbetaald. Maar we zijn nu bezig, ik heb gevraagd aan de directeur om groen licht te geven zodat we de contracten 5 en 6 kunnen hervoorbereiden. En dan wachten wij wel op de onderhandelingen tussen China en Suriname op het gebied van herschikking van schulden. Als daar groen licht komt, dan zal Dalian automatisch groen licht krijgen om fysiek weer op te starten met werkzaamheden. Maar u weet, toen ik 2020 kwam, waren de middelen van Dalian stopgezet en daarom zijn er geen projecten in uitvoering. Noor Mohamed zegt dat als Dalian nog projecten uitvoerde, nu vele wegen aangepakt zouden worden. Ondernemers nemen door de schulden die de vorige regering heeft gemaakt een afwachtende houding aan, omdat zij zekerheid willen alvorens door te gaan met projecten zoals Dalian 5 en 6. De minister merkt verder op dat projecten waarvan de leningen al zijn goedgekeurd in de schuldherschikking heel gauw van start gaan.